Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hip hip hoera? We zingen een vrolijk liedje. Klap in je handen, hop sa sa. Jonge, 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 is het al begonnen? Heb je ook wel eens een levenworst gewonnen? Hip hip hoera. Theo, Thea. Ik zie helemaal niks. De tijd komt door die zakken die we op ons hoofd hebben. Ik zou er wel begonnen. Altijd zijn ze al. Hallo! Hallo! Jullie vragen hier natuurlijk af wie wij zijn. We gaan ons nu bekendmaken. Doe maar thee. Hallo, wij zijn Theo en Thea. Oh, hallo, ik ben Thea. Hallo, ik ben Theo. En dit is niet meer het wie, wat, waar, welk sprookje is dit. Nee, die tijd die hebben we nou wel gehad. We gaan het nu hebben over grote onderwerpen uit de wereld. Ja, we gaan het maatschappelijker aanpakken. En dus vanaf nu heet het de wie, wat, waar. Waar gaat dit over? En Thea, kan jij misschien maar in de kijkertjes vertellen wat je ervoor nodig hebt om te uit te leggen waar het over gaat? Ja, je hebt dus twee dingen nodig voor ons onderwerp. Dat is van de man is dat de penis en van de vrouw is dat de vagina. Dat zijn de moeilijke woorden. Ja, dus ik heb een penis, maar ik zeg gewoon piemel of plassen. En hoe noem jij dat eigenlijk, Thea? Nou, ik zeg altijd, zeg ik voorbibs. Maar je kan ook zeggen... Kutje. Kutje. Ja, maar dit zijn eigenlijk scheldwoorden. Bijvoorbeeld, zeg je gebruikt het eigenlijk als je kwaad bent. Bijvoorbeeld, hè, kut, ik ben mijn schooltas vergeten. Of, wat een lulstreek. Zeg, heb jij zout in mijn limonade gehad? Zo. Ja, het heeft niks met ons onderwerp te maken. Nee. En, Thea, kan je misschien mij en de kinderen misschien vertellen hoe het eruit zit? Nou, het is, bij een jongen is het een slangetje met rimpels eromheen. En bij een meisje is het meer een gaatje. Een spleetje. Met een spleetje eromheen. Ja, dus het zit een gaatje met een spleetje eromheen. Ja, en dan gaat Theo, nou om duidelijk te maken het verschil, gaat hij zijn vagina laten zien. Nee, dat is het andere woord voor kutje. Theo laat zijn kutje zien. Nee, ik heb geen kutje. Jij hebt een kutje. Theo laat nu de kutje zien. Doe je broek maar aan. Nee, Theo, nee. Nee, het komt al in het toneelstuk voor. Dan hebben we dubbel op. We gaan nou uitbeelden. We gaan nu beginnen met ons toneelstukje. Let goed op. Wow. Raad ze. Nou op. Ja, tijd. Heb je hoedje al? Ja, ik heb alles. Ga dat nou met die koffer. Ga maar met de trap op hier, zo. Ja, hier naar binnen, zo. Zo, wat een smalle trap hebben ze hier. Wat zal dan? Daar zijn dat bovenbehandeld. Nou, zag dat wel. Oh. Nou, waar moeten we nou naartoe? We moeten naar de bruidssuite toe. Ik heb hier de sleutel, kamer 20. Het is geloof ik daar. Ja, het is namelijk zo, we zijn al pas getrouwd, hè. Dan willen we ons een beetje terugtrekken. Ja, we willen absoluut niet gestoord worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik moet je open de drempel dragen, dat hoort. Kom hier. Moet ik je in mijn armen nemen? Dat hoort er namelijk. Waar ga je als ik... Jezus. Ja, maar. Doe hem open. Zo, vrouw, eindelijk alleen. Ja, dat een fantastische vakantiebestemming uitgekomen voor onze huwelijksreis. Ja, vind je het mooi? Ja, een bruidssuite in het
zwarte in de Alpen. Ja, laten we het de Alpen doen. Zeg, ik word helemaal een beetje afgewonden van die uilenberglucht. Ben je opgewonden? Ja. Oh, nou, zullen we dan maar? Ja, laten we beginnen. Wat zou je bedoelen? Om zeker de koffers uit te pakken. Ik heb er echt zin in. Zeg, man, waar zullen we het doen nou dan? Nou, we kunnen het lekker in bed gaan doen of onder de douche. Nou, nee, laten we het dan maar op bed doen, want onder de douche dan wordt alles zo nat. Hè? Dan wordt het er achter Jan voor. Oh ja, maar dan kunnen we toch eerst even lekker een potje. Laten we ons eerst even lekker een potje gaan uitkleien. Ja, dat lijkt me een goed idee. Dan gaan we in onze blote kont gaan wij de koffers uitpakken. Nou weet ik ook niet eens meer waarom ik met hem getrouwd ben. Hij heeft eigenlijk altijd een leuk idee. Koffers uitpakken. Koffers uitpakken. Ik bedoel juist lekker eerst even de koffer in. Ik zou toch niet getrouwd zijn met een vrouw die niet weet hoe je moet. Dat ik getrouwd ben met een vrouw die niet weet hoe je moet. Je weet wel. Oh, maar je weet wel. Ja, lekker een potje, ja, je weet. Je weet wel, ja. Oh, maar dan doen we eerst even de deur op slot, dan zien ze ons. Ja, dan doe ik de gordijnen even dicht. Zo, zullen we dan maar. Ja, laten we maar beginnen. Lekker een potje. Zo, licht je al, man. Lekker een potje. Lekker een potje, je weet wel. Ja. Lekker een potje, je weet wel. Ja, lekker. Lekker sexy. Doe maar erin, ijs. Ijsje. Zo, erin. Zo, en nu zaad erin. Zaad erin, zo. Zo, lekker, lekker een potje zaad en ijs. Zo. Lekker gekke seksen. Lekker. Zeg maar thee, zeg het maar. Lekker het eitje bij het zaadje. Ja. Ik vind het niks. Ik vind het kinderachtig. Ik vind het echt helemaal niks, deze scène. Nee, we zijn net op de goede weg. We zijn goed, we hadden dit uitleggen. Ja, dat doet er niet toe, Thijs. Ik vind het kinderachtig. Nee, want als een man en een vrouw met elkaar naar bed gaan, dan komt het zaadje van de man, die komt bij het eitje van de vrouw en dan krijg je kind. Ga jij dan maar zo'n lekker eitje bakken, eitje, en dan ga ik die scène wel met iemand anders doen, Thijs. Nee, Thijs, ik heb het juist symbolisch uitgelegd, heb ik gelezen in een wetenschappelijk tijdschrift van het eitje en het zaadje. Ik heb nu een kippeneitje genomen en zaad gewoon, vogelzaad. Weet je wat het is? Als je het echt goed wil doen, hè, dan moet je een beetje vrijen, dan moet je een beetje tong doen en zo van, Godverdamme, Thea, je denkt toch zeker niet dat ik echt met je ga tongen tegen elkaar aan doen? De gekke Henkie niet, toevallig. Ja, maar Thea, dat moet je even goed doen, dat moet even zo. Ik heb er geen zin meer in. Je zit het te verstieren. Je zit het te verpesten. Ik heb het vallen, Thea. We liggen op de grond. Ik heb er geen zin meer in op deze manier. Ja, wat is het dan? Ga maar eens een half uur onder de douche. Ik vind het echt een ontzettende afknaffer. Weet je dat, Thea Smit? Thea, het is de eerste uitzending. Je zit het meteen te verstieren. Ga je wassen, je stinkt en je kan niet dansen. Zo, en zijn jullie erachter gekomen waar we het over hadden vandaag? Emancipatie. Nee, het ging over seks en met elkaar naar bed gaan. En het moeilijke woord daarvoor is copuleren. Copuleren. Nou, Thij, dan vind ik het ergens op slaap, maar goed. Laat je nou je piemel zien? Nee, ik laat eerst jij je kutje laten zien, dan laat ik mijn piemel zien. Ja, jongens en meisjes, Thij, die laat ze laat kutje. Je kutje maar zien. Gaan jullie thuis zelf maar even voor de spiegel staan om te kijken hoe het eruit ziet bij je beste vriend of vriendin. Nou goed, maar dan moet ik straks wel jouw piemel zien hoor, Thea. Ja. Oké, dag, tot volgende week. Camera mag uit.
Thij. Ik kan niks zien, Thij. Heb je het zaklampje of een aansteker of iets? Wil je even met die aansteker hier? Ah ja. Kijk uit voor mijn onderjurk hoor. Ah ja, schat. Ziet er fascinerend uit hoor. Ja hè? Ja, heel bijzonder. Oh, Thij. Dat moet je niet doen met die aansteker. Hallo.